vandaag ga ik jullie 3 tips geven voor hele leuke boekenseries. Nou moet ik heel eerlijk toegeven dat ik niet zoveel lees als dat ik graag zou willen. Maar ik merk wel dat ik in de zomer en als het mooi weer is, als ik iets meer vrije tijd heb, dat ik dan toch vaker een boek bijpak. Ik vind vaak series leuker dan losse boeken. Want in een serie kunnen schrijvers kunnen personages meer uitwerken. Er gebeurt meer. Het verhaal gaat langer door. En als je een los boek hebt, dan is het verhaal klaar en dan wil je meer. Maar dat is er dan niet. Nou, de eerste serie die ik jullie als tip ga geven is de Heather Wells serie van Meg Cabot. Ik denk dat je haar naam zo uitspreekt. Ik weet het niet helemaal zeker. Het is een soort chicklit, maar dan meer. En het gaat over Heather Wells, een soort uitgerangeerde popster die inmiddels op de campus van de universiteit werkt. En daar gebeuren ineens dingen. En daar gaat ze zich mee bemoeien. Het resultaat is een soort chicklit meets detective. En op een hele leuke manier. Ik heb deze serie een keer als tip gekregen van een bezoeker van mijn site. En ik ben hem toen meteen gaan lezen. En ik heb echt alle 5 delen, want er zijn er 5, heb ik gewoon bam achter elkaar als een trein uitgelezen. En ze zijn echt heel erg leuk. Het is wel zo dat de serie bedoeld is voor de wat jongere meiden. Vanaf het is ongeveer rond de jaren 15. Nou ben ik zelf 26 en vond ik hem ook heel erg leuk. En het is echt een serie die je leest als je gewoon even nergens over na wil denken. En gewoon lekker wil ontspannen en gewoon een leuk origineel verhaal wat lezen. De tweede serietip is de serie Delirium. En die is geschreven door Lauren Oliver. En ik denk dat dit wel een tip is voor mensen die fan zijn van The Hunger Games of Divergent. Het zit een beetje in diezelfde hoek. En het gaat over een wereld waarin liefde wordt gezien als een soort ziekte. En er is dus een behandeling ontwikkeld die ervoor zorgt dat je die gevoelens niet krijgt. Die wordt toegediend als je volgens mij 16, 17 bent. En daardoor denken ze dat heel veel problemen die dus veroorzaakt worden door mensen die verliefd zijn en die eigenlijk daardoor hele gekke dingen gaan doen. Ze denken dat het daardoor voorkomen kan worden. Je kunt natuurlijk wel een beetje raden wat er in het verhaal gebeurt. De hoofdpersoon, een meisje, wordt verliefd op een jongen en dan gebeurt er ineens van alles en nog wat. Nou, laat je niet weerhouden door de iets wat zoetsappige insteek van het verhaal. Want ik vond het zelf een hele verrassende serie. En als ik nu terugkijk, dan vond ik hem zelf ook echt eigenlijk wel een stuk leuker dan The Hunger Games. Terwijl ik die ook al heel erg leuk vond. En wederom is dit een hele meeslepende serie. Dus je wil weten wat er in het volgende boek gebeurt en hoe het verhaal verder gaat. En zeker ook omdat er best wel wat onverwachte wendingen in zitten. En zeker, volgens mij was dat bij deel 3 dat ik echt zoiets had van wow, ik had niet verwacht dat het verhaal hier naartoe zou gaan. Ja, daardoor vond ik het wel ook echt een superleuk boek en ik kan jullie absoluut aanraden. Overigens lees ik mijn boeken eigenlijk altijd in het Engels, maar zowel Heather Wells, in elk geval de eerste 2 delen volgens mij, zijn in het Nederlands te lezen. En ook Delirium is ook in het Nederlands vertaald. Nou is het wel zo dat de Engelse varianten niet heel moeilijk zijn. Dus als je meteen even je Engels een beetje bij wil spijkeren, kan je dat met deze boeken zeker doen. Mijn laatste en derde serietip is de serie van Cormoran Strike. Of Cormoran. Ik moet beter die namen leren uitspreken. In elk geval, het is de boekenserie die geschreven is door J.K. Rowling onder haar pseudoniem Robert Galbraith. En het zijn detectives. En ik vond altijd dat natuurlijk de Harry Potter boeken, die zijn fantastisch geschreven. Het verhaal is leuk. Maar vooral de schrijfstijl daarvan is geweldig. En toen ik dus ontdekte dat zij onder een pseudoniem andere boeken had geschreven, dacht ik, oké, die wil ik lezen. En wederom, het zijn niet van die snelle wegleesboeken als de andere 2 tips die ik heb gegeven. Ze zijn wat complexer. Ik zou deze in het Nederlands lezen, want ik vond ze in het Engels vond ik ze vrij lastig. Terwijl dat voor mij normaal niet echt een probleem is. Maar het zijn detectives en dan, je herkent J.K. Rowling er wel in. Er zijn inmiddels 2 delen van verschenen en een derde deel komt eraan volgens mij in 2016. En het eerste deel heet in het Nederlands Kukkusjong en het tweede deel heet De Zijderups. Nou moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik Kukkusjong iets leuker vond dan deel 2. Maar dat komt misschien ook wel doordat ik het verhaal in deel 2 wat ingewikkelder vond. Het zijn complexe verhalen, maar ik vond ze heel erg leuk en ik zit ook echt uit te kijken naar deel 3. Maar als je Harry Potter verwacht, dan zul je teleurgesteld worden. Maar als je een goed geschreven detective zoekt met een hele
slim bedachte en goed uitgewerkte verhaallijn, dan weet ik zeker dat je met deze serie helemaal goed zit. Ik hoop dat jullie deze boekentips leuk vonden en als jullie voor mij tips hebben, laat het weten. Want ik ben de laatste tijd weer veel meer aan het lezen en ik ben daardoor altijd op zoek naar nieuwe series. Dus als je series als tips hebt of losse boeken, dat mag natuurlijk ook, laat het dan vooral weten in de comments. En als je deze boeken hebt gelezen, laat dan ook even weten wat je ervan vond. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op Fem en tot de volgende keer. Doei! Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je eindmuffins kunt maken. En dit is super lekker voor bijvoorbeeld ontbijt of tussendoor of als lunch. En het is